Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Snickers Creamy Peanut Butter Ice Cream. Aan het doen. Nou, we zijn aan het opwarmen, toch? We gaan vandaag de regels overtreden. Ja! Waarom? Omdat het leuk is. En omdat we oud zijn. Dat ook. Ik ben er klaar voor. Laten we gaan. Hup, let's go. Regels overtreden. Hey! Het wordt een leuke dag. Mag ik ook eentje? Natuurlijk. Ja, ja, ja. Eentje. De beste wensen. Oh, is de beste wensen. De beste wensen. Hè? Ja, ja, pas op. Oh. 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 Mooi. Hey. Hoi. Oh. Nou. Die was echt mooi. Die was mooi. Ja, vijf. Nog meer in die zak. Heb je nog meer? We gaan een vuurwerkshow geven. We hebben nog meer. Speciaal voor de mensen in de auto. Hoppa. We hebben er zoveel. Op, Arie. Kijk uit, hoor. Wat is er nou? Dat hoor ik wel heel goed. We hebben er nog één. Leuk! Wat is er voor gezeik met jullie? Happy New Year! Nee, je moet ophouden! Wat zegt u? Niet normaal, joh. Nee. En dat er ook geen politie of zo direct bij is. Ja, zo is een idioot, man. De honden schrikken er allemaal van. Ja, maar als wij morgen dood zijn, dan hebben we geen nieuwjaar gevierd. Lekker op, man. Nee, of die boven met honden en huis vieren. Oh, ben je ook een fakkel? Nee, geen fakkel. Oh. Meneer, we gaan er vandoor. We gaan er vandoor. Neem het ook even op. Ik kan niet met mijn rug. Ik zeg, misschien komt er wel politie aan. Laten we snel gaan, hè. Oké. Okay. Jongens, ruim jullie op. Stuur maar een tikkie voor de rekening, hè. Ja, stuur dat. Dankjewel. Alles ging de lucht in. Jongens, wegwezen. Dit was echt... waren echt boos. Dit was echt kast. Wat is dit? Wat zou dat zien nou lukken? Oh, boze mevrouw. Hallo. Laat ja, dat laten we liggen. Oh, ze maakt de foto van het kenteken. Toet, toet. Arie rijden. Ja, ik kan rijden, maar mijn vrouw staat ervoor. Ja, dankjewel. Ja, en dan rijden zeker, of? Ja. Ja. Die mensen, die dachten gewoon dat je echt oud was. Ja, je kijkt naar een nieuwe aflevering van Puberende Bejaarden. Oftewel, een dosis maximaal gezeik, vastgelegd door onze verborgen camera's. Dus, welke regels willen Giel, Tammels en Stefan als hun bejaarde alter ego's vandaag nog meer verbreken? Heren, ik heb voor jullie een opdracht. Wat gaat er meer tegen de regels in dan iets stelen? Stelen? We gaan met z'n tweeën iets proberen te stelen van iemand. Een scooter, een fiets, een auto, whatever. Hoe gaan wij dat doen? Ja, dat mogen jullie zelf uitvogelen. En ik ga ondertussen wat andere kleine regels overtreden. Doei! Nou, dit gaat nooit goed komen. Wij moeten hem ophalen op het politiebureau, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Thomas zou wel eens gelijk kunnen krijgen. Want opa Karel is op boevenpad. Wat is er? Afwijken. Doe eens rustig, doe eens rustig. Waar gaan jullie heen? Mag ik mee? Okay.
Wat zeg je? This is our glasses. Oh, this is my glasses. No, this is not your glasses. She's stealing my sunglasses. No, I'm not stealing your sunglasses. Zij steelt mijn zonnebril. Zij is mijn zonnebril aan het stelen. Meneer, zij steelt mijn zonnebril. You're stealing my sunglasses. I'm not. Is this how you treat an old man? Opa Karel ontpopt zich op zijn oude dag als een ware draaideurcrimineel. Een paar straten verderop staan opa's Jaap en Arie in positie voor een eeuwenoude oplichterstruc. Sorry, kan je me even helpen? Ja. Die kist is heel zwaar. Oh, dat zou echt, echt top zijn. Dankjewel. Als je één hand helpt. Ja. Oh, ja, die is wel zwaar. Ja, die is wel zwaar. Open. Ja. Ho, mag ik mijn fietsje terug alsjeblieft? Mijn fiets heb ik nodig. Mijn fiets, meneer? Nee, die fiets stond open. Nee. Oh, jammer. We zijn betrapt. Sorry, je zit in een verborgen camera-grap. Jullie hebben een leukere video's gemaakt. Ja. Je had niet gezien dat hij nep was, hè? Ik vond het wel gek. Gelukkig voor het slachtoffer is opa Arie niet meer de snelste. Ondertussen maakt opa Karel nieuwe slachtoffers in het winkelcentrum. Godverdomme. Winkeleigenaren, wees gewaarschuwd. Meneer, laat eens los. Deze is van mij. Laat eens los. Dat is toch van mij? Ben je even normaal? Meneer, deze is van mij. Kom maar, jongen. Kom maar. Meneer. Pardon? Wat doet u? Oh, ik dacht dat je deze mee mocht nemen. Nee. Oh. Doet u die bril ook weer af? En die hoed? Nee, die zijn van mij. Nee, die zijn niet van mij. Ja, die zijn van mij. Nee, meneer. Die zijn van mij. Dat was fucking... Ja, ik ging echt even helemaal in mijn hoofd. Oké, daar gaan we weer, jongens. We gaan weer. Oh, sorry. Kunt u me even helpen? Hij is zo zwaar. Help me. Oh. Ja, help me even, ja. Help me even. Oh, dankjewel. Ja. Hey. Hey. Fietsje. Joehoe, fietsje. Fietsje. Ben je Nederlands? Oh, you're not Dutch. Not Dutch. Oh, you're not Dutch. Sorry, okay, you're sitting in a hidden TV show. I'm fake. You can feel that. But I see. Yeah, you see. Yeah. But are you okay? Are you okay? Not a shock. Right. No okay. Problem. Goedendag. Godverdomme. Je mag niet worden vergeten uit de schoepbakken. Maar dat doe ik niet. Wil je ook proberen? Wilt u ook proeven? Mag niet. Mag dat niet? Nee, mag niet. Vroeger mocht dit gewoon. Wat verdomme. Heeft u een kroketje voor mij? Nee, sorry. Dan ga ik het ergens anders proberen. Zal ik het bord eten stelen? Hij zit daar met zijn kroket. Ja, dat is goed. Ja, hoor, super. Maar ben je aardige jongeman ben jij? Geen probleem, dat wist ik niet. Aardige jongeman. Oh, hallo. Ho. Wat doet u nou? Dit is mijn eten. Dit is niet van u. Hij stelt mijn eten. Nee. Wat is er aan de hand? Als u loslaat, dan zijn we goed. Wat is er aan de hand? Het is stolen voetje. Ja. Dat is mijn voet. Hij stelt mijn eten. Het is een wonder dat de vervelende opa Karel nog geen stomp voor zijn harses heeft gekregen. En ook Jaap en Arie solliciteren naar een hengst van een nieuw, nietsvermoedend fietsend slachtoffer. Nou, deze jongen is ook een snelle jongen. Giel, zet hem op. Oké, dan gaan we, jongens. Thomas moet nu iemand aanspreken. 3, 2... Wil jij even helpen? Kun je hem even helpen? Kunt u hem even helpen?
Kom maar. Ja, hij is al zwaar. Oh. Ja. Sukkel! Sukkel! Dankjewel. Gaat hij met een fiets vandoor? Wat? Zo is gaat hij met een fiets vandoor. Oh nee. Is het jouw fiets? Ja. Hey, bedankt, Juju. Wilt u een fiets kopen? Gratis fietsje kopen? Mag u hebben. Mag u gewoon hebben. Wie wil er een fiets? Oké, als een fiets kennelijk niets waard is, wordt het tijd om de inzet te verhogen. Kom op, opa Jaap. Gooi die oude charmes eens in de strijd en regel even een dikke scooter. Hé, hey, kom eens even helpen met je kutscooter. Wat zegt u? Kan je me even helpen met die kist? Even één handje. Kom maar. Ja. Hij gaat niet aan. Arie, wegwezen, lul. Oh, hallo. Sorry. Wat alsjeblieft, is goed. Stap in, Arie. Oh, ik stap in. Stap in. Oh, jammer. Stap in, jongen. Nog geen enkele bromsnor gezien. Maar opa's Jaap en Arie moeten maken dat ze wegkomen. Tijd voor het laatste masterplan. Wat heeft opa Karel in petto? Hoi, ik heb echt een topmiddag gehad. Ja. Ik meen ze. Lekker man. En hoe ging het bij jullie? Geniaal. Zo hard gelachen, dat is echt niet normaal. Top. Maar ik voel wel als opaatje zijn, een tandje kan nog omhoog. Hè? Kom op. We hebben ooit overnacht in een bouwmarkt. Wat nou als we dat nog een keer gaan doen? Verkleed als opa's, dan wachten op de beveiliging en kijken of we ermee weg kunnen komen. Dat bedoelde ik niet. Dat is toch leuk? Laten we dat doen. Oké, groepsdruk. Ik doe mee. Ja? Ja, ja. Yes. Maximaalgezeik.nl. Ja, maar wij willen gewoon alle regels nog één keer verbreken. Oh, dat is echt een flinke regel, hè? Ja. Dit is inbraak, dit is huisvredebreuk. Nou, ik wil het gezicht van die beveiliger zien als wij tevoorschijn komen. Oké, jullie gaan dus naar binnen. Ja. Ik hou er wacht. Hou de boel goed in de gaten. Ik hou de boel in de gaten. Maar niet heel lang meer, hè? En een beetje opschieten. Ja, we moeten opschieten. Ze gaan bijna dicht. 25 minuten. Dit is echt helemaal kut. Er is helemaal niemand. Helemaal kut. Aangezien er geen hond in de winkel is, vallen opa's Karel en Jaap extra op. En dat is juist niet wat je wil als je een verstopplek zoekt net voor sluitingstijd. Oh, of het dit wel gaat lukken. Ze hebben de gaas achter gezet. Ze hebben het beveiligd. Hey, Toon en ik hebben hier al een keer overnacht. En nu zit er gaas achter, nu gaat het nooit meer lukken. Dit is kut, hè. Het is heel bij de hand. Kom mee. We zitten gewoon in het dood, lekker pink. We gaan zo hard getrapt worden. De opa's hebben hun oude botten dubbel gevouwen in een opbergdoos. Hopelijk worden ze niet gespot door de beveiliging, die enkele minuten later zijn laatste ronde loopt en het pand afsluit. We zijn zo hard te lullen. Ja, dat sowieso. Dit is echt fucking spannend. Het ligt zo uit, de muziek is ook uit. De voordeur is al dicht, hè. Alles is dicht. De mannen zijn verstopt. Tijd dat opa Arie in actie komt. Dus ik ga lekker met mijn cabbetje lekker voor bij de deur staan en dan ga ik lekker uitpakken en zo. Super gezellig. Ja, is hier niks. Jongens, waar zijn jullie nou? Wat gaan we nu doen? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we er zo uitgaan. En dan gaat meteen het alarm af, verwacht ik. En dan komt er beveiliging, de politie. En dan moeten ze ons onderuit lullen of zo. Dit is echt zo dom wat we nu gaan doen. Oh. Gaan we eruit? Ja, we gaan eruit. Nou, hè, op maximaal gezet. Op maximaal gezet. Godsamme, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? We gaan gewoon slapen.
We zijn weer nou in slaap gevallen in die bouwmarkt. Dit is zo dom. We zijn in slaap gevallen in de bouwmarkt. Oh, de, oh, de licht gaat ook gelijk aan. Oh jeetje, wat gebeurt er nou? Wat is er aan de hand? Oh jo, oh jo, oh jee. Ik schrik me kapot. Wat is er aan de hand? Help, oh, daar gaat overal licht aan. Help! Help! Het alarm gaat af. Iemand? Oké, okay, dat alarm ging heel snel af. Dat is Arie. Hey, joh, wat doe je nou, joh? Wat zit je nou dat te doen, joh? Gek. Arie. Oh, wat gebeurt er nou? Arie. Arie, we moeten eruit. We zijn ingesloten. Ja, waarom? Hoe kan dat? Hij was in slaap. Hij moest naar de wc. Hij moest naar de wc. Ik hoor je niet. Wat doen we nu? We staan op de camera. We staan op... Dit is niet goed, hè? Hallo. Hallo. Giel, ga iemand halen. Ga iemand, spreek iemand aan. Mevrouw. Kunt u die deur openmaken? Nee, maar ik weet niet zo. Ik weet niet hoe mijn vrienden. U kunt mijn vrienden niet. Ze zitten binnen. Dit is zo, we zijn zo echt. We zijn zo echt de Sjaak nu. Deze gaat misschien wel open, deze deur. Oh ja. Ja, hij is open! Ja, super! Ja, ik heb... wat moet ik doen dan? Waarom is er niemand? Hallo? Hallo? Jullie zijn ons vergeten! We zijn nog een doosje verf. Hallo? Misschien de camera. Hallo? We zijn ons vergeten. Ze zitten binnen! Ze zitten binnen! Jaap en Karel zitten binnen! Ja, hallo. Mijn vrienden zitten binnen. Hallo. Hoi. Ze zitten binnen. Ja, ze zijn binnen. Ze zitten opgesloten. Jongens, kom naar binnen. Buiten. Ik zag jou wel even opbijten. Daar, dat is al een goede 68 centimeter. Hoor. Dat doe je goed. Wel een beetje luid van het alarm. Hé. Hey. Hier, daar zitten ze. Hoe kom je daar nou? Hallo. Zoek help. Hey, politie! Telefoon weg, hè? Moet uit. Jongens, kom. Oh jee. Ja, ik blijf staan. Ik blijf bij de camper staan. Heb ik niet bij. Waar bent u van? Wat zeg u? Waar bent u van? Wij zijn bij de camper aan het rijden. Daar heb ik echt niet bij. Die heeft... paspoort? Heb ik ook niet bij. Heb ik echt niet bij. Dat ze voor de camera staat te draaien of niet? Ja. Ja, mag je alsjeblieft uit? Nee, maar die staat niet op jullie, kijk. Ik heb geen idee, maar ik snap er helemaal geen reden. Ik ook niet, sorry. Ga ik even dat alarm uit? Nee, dat moet ik niet doen, dan krijg ik een brand. Dat moet je nou niet doen. Mijn achternaam is... mijn echte naam? Ja. De Winter. Ik hoop dat hij bij jou zou staan. Geen reden. Jawel. Hey, wij zijn... Meneer, ik wil het u uitleggen. Maar dan moet u ons helpen. Ja, dat was een grap. Maar het loopt helemaal uit de hand. Hij moest naar de wc. Hij valt niet uit zijn rol. We zijn met een programma bezig, hè? Ja. Ja. Maar wat voor programma bent u bezig? Want u ziet er veel jonger uit dan dat u eigenlijk... Ja. Wij zijn, programma bent u mee wij bezig? Zijn van puberende bejaarden. Kunt u dat? Nee, totaal niet. Stuk TV? Ja, Stuk TV. Ja, wij maken een programma. Giel de Winter. Ja. Ja, sorry. We zijn met een programma. Zij waren aan het slapen in de bouwmarkt, dus hebben we de bouwmarkt dichtgegooid. Nee, joh. Ja. Wie zit er binnen? Ja, Thomas en Stefan. Oh, ja, die bachelor staat daar. Hey, ik ga het op een rennen zetten, ik weet niet echt. Dat moet je echt niet doen. Doe me één plezier, doe het alsjeblieft. Hey, ik hoef overigens niet meer naar de bouwmarkt. Sorry, ik ben helemaal niet zo oud. Ik ben 29. Fijne dag. Hebben jullie wiet? Dit is nepping. Godverdomme. Meteen. Nee. No, it's not my friend. I don't know him. Oh, dit is zo gênant, jongens. Dit is zo gênant. Zo, deze aflevering was weer vol maximaal gezeik. En het scheelde niet veel of onze oudjes hadden een nachtje in de cel mogen brommen. Maar gelukkig kunnen ze ook in de volgende aflevering het leven weer vieren. Like en deel deze video met al je vrienden. En vertel welke verborgen camera-grap jij het meest geslaagd vond. Lang leven de puberende bejaarden. Woe! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Snickers Creamy Peanut Butter Ice Cream.